Ja. Nou, welkom bij mijn interview. Helemaal leuk dat je mee wil doen. Ja, dankjewel. En goed. Ja, het zijn maar een paar vraagjes hoor, dus het stelt niet zo heel veel voor. Maar het is meer de indruk van hoe je ermee omgaat. En, ja. Wil je ook koffie of thee trouwens? Nee, ik ga je water. Ja, want ik ben niet zo'n koffie leut. Nu eentje is manzacht eigenlijk. Ja, wel hè. Ja, geef niet op. Je hebt er maar 6, dus dat is mooi. Je hoeft niet zo heel veel te hebben hoor, kamerplanten. Nee. Dus net op de mooie accentplekken. Want kamerplanten die moeten ook rust brengen en het moet niet een oerwoud worden. Nee, precies. Met kinderen is dat altijd heel handig. Dat is heel lastig zelfs. Ja. Nou, je hebt twee Zamio koelkasten. Dat zijn die twee met in die hoge potten. Ja. Ik zeg, hoe lang heb je die al in die potten staan? Nou, niet zo lang hoor. Want we hebben, even kijken voor de zomer, even denken hoor. Voor de zomer hebben we alles opgepoetst. Dus één keer een maand of 5, 6. Ja, 6 maanden. Heel klein gekocht. Dus het groeit als kool. Oké. Okay. Het zijn wel potten met een beetje taps toelopende opening. Ja. En de Zamio koelkast heeft een vrij sterke knol. Dus okay. Je moet wel opletten dat als je op een gegeven moment denkt van, hij groeit uit zijn kluiten, moet je eigenlijk voor die tijd hem eruit halen, want hij is te sterk en dan knalt hij hem eruit, weet je. Maar okay, hij staat wel heel gaaf, maar je moet wel even rekening mee houden met de vorm. Oké. Okay. Heel sterke. Dat wist ik ook niet. Nee. Okay. Je hebt heel sterke wortels dat trekt. De rest staan ze wel heel mooi, want de lengte van die pot haal je gelijk weer eruit als het ware. Dus ja. Het is geen verkeerde combinatie. Dus nee, dat wil ik niet zeggen. Even in de gaten houden dat niet straks. Rekening houden met de worteltjes. Ja. Maar ja, je kan de plant gewoon wel slopen hoor. Dus ik denk van nou, dat wordt te groot. Dan sloop je de planten gewoon uit. Okay. Beter dat je de pot dan sloopt in de zomer. Gezet. Ja, precies. Dus dat is even een dingetje. Ja, dat is wel een goede tip. We kunnen dan al uit elkaar trekken. En dan weer twee stellen terug. Ja, nou, dat zou je kunnen proberen. Maar het is natuurlijk een knolletje. Dus ja. Het is een hele rare wortel samenstelling. Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Maar om die potten te beschermen, dat is wel een pot. Ja, dus misschien even een ideetje. En die krasselaars, die vetplanten, die zeg maar in het midden achter de bank. Ja, dat is hetzelfde. Nee, ook 5 maanden. Ja, gewoon even alles in één keer. Ja, ik heb die voorkant in één keer gedaan. En die andere, die hebben wel veel langer hoor. Ja, dat is een clusia. Die is ook heel sterk dat betreft. En als die dan te groot wordt, dan kan je hem knippen. Echt waar? Zet van nou, het wordt mij even uit de kluien, dan... Dan snoei je hem gewoon even terug. Geweldig. Je moet water komen. Oh. Weet je, dat is wel handig, toch? Absoluut. Ja. Even kijken hoor. Krasselen. Ja, die planten hoor. Ik denk een jaar of 3, 4 of zo hoor. Voor hem al. Ja, oké. Okay. Nou, dan staat hij ook klein gekocht, hè? Ik pak het gewoon klein en dan... Ja, maar het is eigenlijk prima. Volgens mij heb je een peperomiaatje als bodembedekker, als ik het goed zie. Ja. Ja. Gewoon ik weet niet, maar wel een bodem, denk ik. Ja, precies. En ook gewoon samen in één keer in die pot geplant. Ja. Heb je daar laten doen of gewoon zelf lekker... Ik heb zelf gedaan. En hoeveel licht komt er in het raam? Zo om dit vooraan. Nou, het is op het noorden. Ja. Dus niet zoveel. Kijk, nou is het een vrij lichte dag, omdat het zonnetje er is. Maar ja, die zon die komt straks daar. En die gaat daar naar beneden. Dus ja, eigenlijk geen. Het minste licht is heel ochtends. Alleen morgens. Heel vroeg, tot 1 uur of 10. En dan, ja, ik denk het. En dan gaat hij weg. 10 uur. En dan draait hij. Dus eigenlijk wel ideaal, want je hebt hele grote ramen. Dus voldoende licht krijgen ze. Absoluut. Ja. En dan voor de rest doen ze het eigenlijk wel heel erg goed. Ja. Weet je, wat je voor die zamia's, ja, nu ga je in de lucht, maar het past ook heel leuk een eschinantus, een lippenstiftplant. Dat is eigenlijk juist weer een hanger. En je hebt dan van die rode tuitbloemetjes en dan komt er dan weer een donkerrood dingetje uit, zeg maar. Oké, dat is grappig. Dat is op zich ook wel een grappig, maar die gaat niet de lucht in. En wat je nu wel in de lucht krijgt, heb je tegenwoordig van die hele leuke Sansevieria soortjes. Die lijken net op potloden. Ja. Heel apart. Okay. En je hebt zelfs die soorten, dan hebben ze een verftipje gegeven, die potloden, om het zo te zeggen. Dus die hebben dan gekleurde puntjes. Dus met kerst zou je zeggen, nou, dan gooi ik met rode glitterpuntjes of zo. En die hebben makkelijker wortels. Die kun je zo, zo eruit trekken. En, ik heb wel jaren van die, vroeger waren van die vrouwentongen. Ja, dat is dan een familie van de Sansevieria. Okay. Dus tegenwoordig heb je hele leuke Sansevieria soortjes. Je hebt Sansevieria friends, dus die is eigenlijk gewoon donkergroen en een bosje groene steeltjes omhoog als het ware.
Dus dat zou dan ook nog wel, als je echt wel iets in de lucht. Jij hebt wel iets in de lucht, ja. Die raam is juist al groot. Ja. Even een break. Ja, precies. Dus dat zou nog wel een leuke optie zijn. Ja. Ja, en die krasla die doen daar ook gewoon heel goed. Je hebt best kans als het koeler wordt dat er misschien die, kleur, die blaadjes wat kleuren. Okay. Maar dan heb je in huis heb je dat natuurlijk minder. Dat ja, een, ja. Zeker lekker vind je. Even kijken, de Clusia aan de zijkant krijgt iets meer licht, want hij draait natuurlijk. Ja, die heeft wel 's avonds licht. Ja. Moet ik wel zeggen, als de zon echt de hele dag schijnt, doe ik wel eens de vouwgang naar beneden, hoor. Ja, om hem even te beschermen. Ja, anders is het ook gewoon, er komt er gewoon zoveel zon, dat het gewoon bloedheet in huis. Ja, yes, precies. Maar die, ja, die heeft gewoon vandaag smiddags, dat zijn uren 4 tot het zonnetje gaat, licht, hoor. Ja, precies, tot de avond. En hoeveel keer in de week geef je water? Ja, weinig. Ik denk 1 keer in de 2 weken. Ja. Ja, maar dat is ook wel goed. Ik denk dat ik water in de week. Ja, ik heb het nog voor mij vorige week gedaan. Dus nee, ik kijk gewoon meestal een beetje hoe ze zich gedragen. Ja, het klinkt heel gek. Ik heb eigenlijk niet echt een vaste dag of een vaste. En gewoon op gevoel geef je water. Ja. En het werkt eigenlijk meestal het beste. En het plant is toch zo van liever. Ja, ik vind het persoonlijk dan liever te kort als te veel. Want met te veel verzuip je de wortels. En dan, nou ja, dan is het gewoon geen redder meer aan. En als ze dan even te lang te kort hebben gedaan, dan geef je gewoon ietsje meer. En dan zie je ze vanzelf weer helemaal fris. Meestal is het dat hij aan de zijkant. Ja. Als hij faal wordt, zeg maar. Ja, bij die ding, ze moeten echt weer nodig water, zeg maar. Ja, dat is echt zo'n vraag. Dat is ook bewust wel een beetje vet plant. Of tenminste, ja, plant een beetje vlezige. Ja. Die houdt vocht ietsje beter vast. Ja. En zolang het wat donkerder is, hebben planten ook minder water nodig. En zolang het wat lichter en wat warmer is, ja, dat hebben wij dan ook. Dan drinken wij ook gewoon meer water. En dat geldt eigenlijk voor de planten ook. Geeft het ook voeding, of niet? Ik doe het wel eens, maar ook gewoon op gevoel. Misschien is het een 4 keer per jaar veel. Nou, het is niet veel, hoor. Sommige mensen geven helemaal geen voeding, dus dat betreft. Dan hebben ze dan net even nodig, vooral de oudere planten, dus die Clusia, merk je echt wel dat ze dan echt voeding hebben. Ja. Als je ook ziet bij mensen dat ze hele falen planten voor de raam is, het kan zijn of voeding tekort of heel lang in het potje blijven zitten. Ja. En ze van, jij hebt ze net verpot, want je hebt ze net in een grote pot gezet. Dus vooral die voorlijke vloog er aan. Ja, precies. En die was heel klein. Dat zou misschien op een gegeven moment ook wel een ding van, nieuw. Maar op zich, hij heeft een hele grote pot, dus hij heeft genoeg ruimte om te voeden. Dus het verpotten, dat doe je eigenlijk niet echt helemaal. We gaan naar andere planten. Even een frisse blik erin. Precies. Ja. En verplaatsen, doe je het plantje en zeg nou, doe het nou eventjes anders. Of ik zeg, ik doe die zaamjes even in een andere opstelling. Het staat ook niet zo lang, dus dat gaat ze. Het niet het idee dat ze verplaatsen. Nee, ik denk dat het voorlopig wel even zo blijft. Nee, precies. Verplaatsen ook niet. En ja, net wat zegt, tijd voor een nieuwe. We hebben natuurlijk laatst wel heel veel planten gehad, dat was vroeger, maar nu natuurlijk niet echt meer. Nee, ik denk dat ik 1 keer in zoveel jaar toch vernieuwen. Ik denk dat een nieuwe beste als de planten. Ja, wel hier ondertussen 8 jaar. Ik denk dat mijn tweede opstelling zo is. Die andere heb ik allemaal nog wel vrij lang gehad. Nou ja, dat dus is best goed wel netjes hoor. Ja. Je koopt ze ook, wat ik zeg, vaak wat kleiner. En dan op een gegeven moment, in het begin zijn ze al voor je gevoel te klein. Denk je, maar je stelt ook niks voor. Ja. Maar nu zie je gewoon van, zo is het goed. En straks worden ze alweer te groot. Ja, of te waaierig, dat ze net even één steel er in 1 keer uitkomen. Ja. Ja, heb je nog een tip of een verhaal over kamerplanten? Je zegt van, een tip? Nou, ik wil ook zeggen, ik ben heel aangemaakt zo van de planten. Ik ben altijd blij dat ze het doen. En ik hoop ook bewust sterke planten voor zich die gewoon niet zoveel nodig hebben. Voorheen had ik wat ik zeg van die bananenplanten, dat vond ik best wel gedoe. En in ons andere huis van op deze geval had ik wel veel meer planten. Wat was die plant die erachterin hadden die gegroeid? Ja, die was wel heel gaaf. Met grote bladeren. Nee, met sprieten. Met sprieten. Ja, het puntje was heel scherp. Dus als je er langs liep, hij pakte je dan. Een beetje net als een bananenplant, een bol onderin. Als je kan denken, een vredespalm. En die ging er helemaal als zo'n palm in je blad. Ik denk een vredespalm. Ja. Hele scherpe punten zelf. Maar je hebt wat de pot staan, dat ding dat was. Maar die hebben echt wel heel veel ruimte nodig. Ja, echt in zo'n hoek. Maar er waren geen kinderen, weet je. Ze was het gaaf.
Ja, we hadden echt wel veel planten. Ja. Ja, dat is een grote, weet je, een beetje een blauwe pot. In de hele hoek was gevuld. Dat is echt een mooi ding. Ja, toen gingen we verhuizen. Toen dachten we, jij moet zoiets neerzetten, joh. Ja, dus dat is echt wel een meubelement in je woonkamer. Ja. Ja, maar dat was wel heel mooi. Want die was ook niet zo groot gekocht, volgens mij. Dat is goed, dat is natuurlijk. Ja. Oh, ja. Soms gaan ze heel langzaam, maar dat ligt er net aan hoe groot de pot je hebt. Stel dat hij gewoon in een mooi maatje pot is en dat hij het bevalt hem. Dus dan hoef je ook niet te zien. Ja, dus ja, het echt goed. Ja, dus en nou, ook achterin is veel zon. Ja. Ja. Nee, dat is wel een mooi plan. Ja, ja, die bananenplanten die we dan niet kunnen. Nee. Misschien de donker in de gang daar komen. Ja. Ach, dat is een goede plek geweest waarschijnlijk. Ja. Oh, maar die kunnen ook wel vrij groot worden. Maar ja, die kan je dan ook zeg maar van het voorjaar lekker in je tuin zetten. Zeg van nou, ben ik nou zal het gewoon maar even buiten spelen. En dan heb je nog op je terras nog plezier van de zomer. Nee, verder, nee. Ik denk, heb je daar niet echt een mooi verhaal of zo? Of iets speciaals? Nee. Nou ja, dat kan. Dat hoeft niet per se. Soms zijn mensen echt van, oh ja, dat was dat of dat. Dat vind ik eigenlijk wel interessant. Ja, snap ik. Ja, nee. Dat vind ik echt een beetje saai. Nee, joh. Ik heb ook niet echt verhalen over mijn kamerplant. Nee, wat ik zeg, als ik, dit vind ik nou weer mooi. Op een gegeven moment dan, omdat we toevallig hebben geschilderd en even nieuwe gordijnen hebben opgehangen, wil je dan wat nieuws? Ja. En dan zou ik eerst alleen de plantjes doen, maar op een gegeven moment, dan denk ik, gewoon even die pot hoor, weet je wel. Ja. Zit je rustig? En ik zeg, je hebt maar die kinderen, nou ja, ik ben natuurlijk ook. Je hebt zoveel troepen en spullen altijd, dat je gewoon... Ja, precies. Dat maakt het heel rustig eigenlijk. Ja, brengt gewoon rust in huis en... toch ook als sfeer. Nou, maar geen planten, ik ben wel een mens van planten. Ik denk dat ze ook wel groter zijn, dat je wat minder speelgoed hebt. Ja. Dat er toch alweer wat meer planten terug zouden komen. Het is wel, het is gewoon sfeer maken. Ja, komt het bij een van zoals Maaike, die heeft helemaal geen planten. Die heeft wel echt vensterbanken met spullen staan. Ja, dat vind ik dan toch, het zou niet mijn ding zijn, laat ik het zo zeggen. Je mist het dan gewoon. Ja. Hé, dan kom ik op mijn laatste vraag. Waarom? Ja. Waarom kamerplanten? Ja, waarom kamerplanten? Ik vind het sfeer bepalend. Ik vind ook een stukje natuur. Het heeft een beetje natuur terug in huis. Het geeft rust. Wat is het denk ik eigenlijk? Ja, sfeer en rust. Ik heb echt niet de plantjes te zijn met 26 bloemetjes, maar een beetje groen is het zo. Groen in huis. Ja, wij zijn ook niet echt van de, er moeten roze bloemen, gele bloemen, paarse bloemen uitkomen. Nee, op een gegeven moment is het toch ook weer uitgebloeid. Dus dan... Ja, terwijl we in de tuin dat wel heel leuk hebben. Ja. We hebben gewoon juist gemixt, weet je, we kopen een bak geel en een bak oranje en roze, huppatee. Ja, dan mag het ook een feestje zijn, een vrolijke... Ja, vind ik wel. En dan huisvrienden dus. Ja, binnenbrengt dus. Ja, dat was hem. Nou joh. Hartstikke bedankt.